Het kan niet aan, de boodschap. En dan moet je zo'n oude lul gewoon vertellen waar het op staat. Hmm. Sporten? Dat gelooft u toch zelf niet? Maar je koopt, joh. Ja, dat maakt mij niet uit. Nee, maar ik leg er geen donder uit. Nee, ik snap dat u boos bent, mevrouw. Alleen krijg je discriminatie. Dat mag niet. Nee. Hé, hey Jaap, ik zit dan zo een beetje naar je te kijken. Ja, dat doe je heel vaker, hè? Valt me wel op dat je ook een dagje ouder wordt. Waar heb ik deze belediging aan verdiend? Heb je zelf al je oude grafkop wel eens gezien? Nee, maar ja, die slappe huid van jou... Ik heb de grootste babyface die er is. Jezus. Nee, geintje. Maar het ding is wel, kijk, wij worden natuurlijk een dagje ouder. Ja. En ik denk dat dat ook wel invloed gaat hebben op bijvoorbeeld het zoeken naar een baan. Ja, want toch? Het gekke is, er is een steeds groter werknemerstekort. Ja. Maar mensen boven de 55, die worden niet eens meer aangenomen. Dus... Op het moment dat zij een baan willen hebben, zijn ze minimaal een jaar bezig aan het solliciteren tot ze een nieuwe baan hebben. Nou, volgens mij zit hier wel een experiment in. Wij zijn BMN en Jaap en gaan Nederland eens flink aan de tand voelen. Met een bus vol vermommingen en verborgen camera's rijden we door het land om samen met een bekende vriend of vriendin te testen hoe mensen reageren op onze sociale experimenten. En dat doen we in Your Face. Nou Henk, dit is onze mooie bus. Ik vind het prachtig. Treed binnen. Treed binnen. Hoppakee. Ja, ik zal even beginnen met een ongepaste vraag. Hoe oud bent u, je eigenlijk? Je, ondanks de leeftijd. Ik ben 73. Oh. Nou, dat is nog eigenlijk heel jong, toch? Hoe oud ben jij? Niet? Jullie komen in de buurt, ja, precies. Ja. Ja, Henk, veel mensen kennen jou natuurlijk van de partij 50+. Zeker. Hoe was het om zo lang in de politiek te zitten? De macht van een Kamerlid is veel minder dan iedereen thuis denkt. Je kan wat dat betreft beter buiten het parlement actie voeren dan binnen het parlement. Ja. Nou, vandaag hebben wij macht in ons experiment. Want wij zijn vandaag managers van een horecazaak. Ja. En wij zoeken nieuw personeel. En eigenlijk zeggen we al vrij snel van ja, je bent gewoon te oud. Ja, eigenlijk voldoe je aan alle voorwaarden. Maar ja, de leeftijd, het gezicht, te oud. We willen gewoon twintigers. Jong, keiharde leeftijdsdiscriminatie. Nou, ik denk dat het goed is als je een beetje vermomt. We dachten een beetje aan deze koep. Wat denk je van die snor? Ach jongen. Hoe lang is dat geleden? 10 jaar geleden heb ik hem afgeschoren. En dan moet ik nu weer aanmeten. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het heel goed gaat staan. Daar gaan we. Ja. Ja, want... ja. Mooi. Ik denk dat ik hier moet zijn voor de sollicitatie. Dag, ik kwam voor de sollicitatie. Ik neem aan met jullie. Dat denk ik niet. Wat is hun naam? Johan. Oh, wel. Oh. Ja, dag. Hoi. Barry. Johan. Hoi. Hoi, dag. Oh, bent u oud? Hoe oud bent u? 62. Staat ik in mijn cv. Bent u Johan? Ja. Oh, hoi, Barry. Dag. Wat is ouder dan we hadden gedacht? Dag, Johan. Ah, ga zitten. Hoi. Hoe oud bent u dan al niet? 62, staat in mijn cv. Oh. Oh ja, we hebben dit doorgekregen van een uitzendbureau. Dus dat kunnen wij niet inzien. Nee. Oké. Als we dat hadden geweten. Maar goed, gaan we verder. Ja. Ja, ik heb daar toch wel een beetje twijfels bij, moet ik zeggen. En waarom? Nou ja, u bent toch op leeftijd? Ja, ik ben topfit. Ik ben helemaal gezond. Sport nog veel. Hmm. Sporten? Wat voor sport doet u op uw leeftijd dan? Ik ren graag. Dat gelooft u toch zelf niet? Nou, of zegt u dat nu gewoon? Nee. Wat was uw eigen verwachting toen u hier binnen kwam lopen? Want als wij hadden geweten dat u zo oud was als u bent, dan hadden wij zo'n verwachting. Ziet u dat aan ja, dit stel, die hebben ons goed door, onze actie. Ja. Ja, jij voelde dat geheigen in je nek bijna zo spannend, hè? Ik voelde wel dat zij, ja, ze zat naast mij en ik had zoiets van, nou, ze vindt het volgens mij echt niet leuk. Echt niet leuk. Ik zou er bijna iets van zeggen. Kan het ook? Nee. Ja, wat schiet je manier ermee? Je bent gewoon eigenlijk gewoon te oud en ja, het spijt me. Okay. Ik denk dat we het er beter bij kunnen laten. Yes, bedankt hoor. Deze twee dames, die kregen het duidelijk wel mee. Maar die zeiden niks. Maar ik hoorde ze na een tijdje praten over leeftijdsdiscriminatie. Ze zeggen, je bent aan het
krijgt discriminatie. Dat mag niet eens. Nee, mag zeker niet. Dan ben je ook bij een verkeerde firma. Ik denk dat ik nog jaren mee kan. Ja, maar als je opeens volgende week wegvalt, dan zitten wij in de panari, hè? Ja. Ja, wat denk jij ervan? Ja, ik vind het allemaal bijzonder, maar goed, laten we maar vrolijk doorgaan. Ja, dat kunnen we wel zien. Nou verder. Ja. Deze dame staat op en wat zei ze tegen je? Laat je niet kisten. Eindelijk iemand die ingreep. Ja, u bent hartstikke oud, sorry. Het lijkt me logisch dat we dit niet gaan doen met elkaar. Ja, mensen laat je niet baan. Hartelijk dank dat u bent komen opdagen. En succes, hè? Yes. Ja, nou, next. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Ik heb het niet vaak. Het voorstel, maar dit. Ik heb het niet vaak. Het is een totaal voorstel. Ik heb het niet vaak. Hé? Hé, zou je dit erachter willen bespreken? Ik heb helemaal gezien wat je moet tegen. Sorry? Hoezo? Sorry, hoor. Die man zit te beledigen daar. Ja, wij zaten daar met z'n tweetjes over en opeens confronteert hij ons eigenlijk, hè? Dat is best wel fel. Beledigd, hè? Ja. Je zag toch dat te discrimineren, joh? Beledigd. Maar je... Ja, hij was echt kwaad, ja. Toch wel eventjes schrikken. Ja, we zaten te shaken gewoon daar. Je zag toch zelf ook dat het een stokoude man is? Dan kun je toch gewoon zeggen, meneer, dat is een van jongens van leeftijd van 50. Dan ga je toen zeggen, ga ik nou ja, meneer, die meneer was 62. Het maakt er niet uit, die maakt ook tot 67 werken. 68. Dan wijs je hem toch op een normale manier. Hij komt toch lekker met pensioen. Jullie waren echt aan het leven. Ja, serieus. Ik kan me niet aan de boodschap. En dan moet je zo'n oude lul gewoon vertellen waar het op staat. Ja, maar dit is ook... Zoals je over een kruis, zo'n oude lul. Ik heb vandaag. Kom op, man. Dat ruikt je ook over je eigen ouders, hè. Want de oude lullen en dan oude... Serieus. Nou, maar die werken hier ook niet. Met zo'n oude zak wil je dan helemaal... oude zak wil je dan niks te maken hebben. Ik kon zijn oren staan te klappen. Hoezo? Omdat die mannen hebben behandeld. Hoezo? Ja, haar oren stonden te klapperen. Snap je dat, Henk? Ja. Ik snap het heel erg. Want als het echt was geweest... dan hadden jullie allebei een glas water in je gezicht. Ja, dat is wel waar, ja. Behandeld. Hoezo? Zo ja. Ik wist gewoon... Zo denigeren. Hoezo is dat denigerend? Oh, ja! Oh, sorry. Meneer, mag ik u even uit deze situatie halen? Het is van het programma In Your Face. Daar is de camera ook. Ja. Ik zag vanuit mijn ooghoeken dat die meneer verstijfde. En ik hoorde jullie een opmerking maken. Toen dacht ik, dat klopt niet helemaal. Welke opmerking was dat? Weet u dat nog? Hij is te oud. Ja, ja. Mevrouw, ik zal het even uitleggen. Nee. Wij zijn van een online programma. Ja, dat maakt mij niet uit. Nee, maar ik leg... Dat ging donder uit. Nee, ik snap dat u boos bent, mevrouw. Maar wil je een kleine uitleg geven? Nee, is goed. Uw eigen is daar helemaal niet. Een sociaal gedrag in het openbaar. Wat trof u zo in deze situatie? De manier hoe iemand behandeld wordt. Ik vind dat echt raar. Ik ben iemand van respect. Ik zit zelf in het onderwijs. En ik probeer mijn kinderen rug bij te brengen. Ik denk een paar van die jonge gasten die zo met iemand omgaan. Ja. Ja, dat kan gewoon niet. Had u het door dat het om de leeftijd van Henk ging? Ja, dat was duidelijk. Als je drie keer zegt, je bent te oud. En... Ja. Je bent oud. Zo? Ja. Dat praat je niet met mensen. Nee. Ja, je wilt eerst niet geloven dat dit soort dingen gebeuren. Dat is Ik was van plan die meneer te lopen om eventjes te zeggen... Een steuntje in de rug. Ja, ja, exact. Ja, misschien moet die oudere meneer even langskomen. Henk Krol! Ja, ja. Ja. Ik weet niet of je dat al gezien had. Nee. Het is de enige echte Henk Krol. Hey, Elsa, wat erg. Nou, ik zag met mijn vriend, die was even opgestaan, denk ik. Ja? Oh, ja? Had hij ons even wat beuken gegeven? Of, Nou, die had ik wel. Ja, ik denk het wel. Gelukkig is uw vriend er niet. Nee. Vriendelijk bedankt in ieder geval. Goed gedaan. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Het zit erop. Hoe vond je het? Ja, ik vond het wel bijzonder. Ja? Grappig dat toch niet alle mensen er bovenop zitten. Maar de gezichten die ik gezien heb van de mensen, die spraken boekdelen. Hoe komt dat, denk je? Dat niet iedereen blablabla meteen zei van... Hé, jongen, wat zijn we nou aan het doen? Nou, ik denk dat ook wel een beetje Nederlands is. Iedereen zit te popelen om in te grijpen. In Amerika zouden ze hier waarschijnlijk een klap voor je smoel hebben gegeven. Ja. Maar hier zag je wel ogen die vuur spuwden. Ik vond het wel heel leuk om de reacties van de mensen te zien. Ja, ja. En als u nou eens een keer zoiets zou mee hebben gemaakt... Ja, had u nou wel gereageerd? Had dan echt, ik ben er hartstikke voor om dan gewoon er toch maar iets van te zeggen. Want anders kom je s'avonds thuis...
En dan denk je, ik had iets moeten zeggen. Ja. Henk, ik vond het fantastisch. Heel ja. Amersfoort mag het weten dat je meedeed aan dit mooie experiment. Zeker. He? Ik ben toch aangenomen. Nou, dat goed vind, over aardig, dat vind ik aardig. Vond je dit nou een leuke video? Laat het even weten in de comments. En ook als je een keer met, ja, ik weet niet, leeftijdsdiscriminatie te maken hebt gehad. Of met zulke lullen als wij. Laat het ook even weten in de comments. Zeker. En binnenkort zijn we er weer met een nieuwe video. Graag tot dan. Tot dan.